Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft namens Suriname de finale luchtvaartovereenkomst getekend met de Verenigde Arabische Emiraten. De bewindsman tekende namens de Republiek Suriname de MOU voor de luchtvaartovereenkomst met de staat Qatar. De overeenkomsten staan in het licht van een reeks acties die het ministerie heeft opgenomen in haar meerjarenplan om Suriname ook te gaan positioneren als een transporthub en toeristische destinatie. De regering heeft reeds 13 van de beoogde 30 luchtvaartovereenkomsten gesloten. Er is ook een Freedom of Air getekend die Suriname wederzijds het recht of voorrecht biedt om naar die landen te vliegen en te landen. De verbindingsmogelijkheden die deze overeenkomsten creëren tussen Suriname en het Midden-Oosten zijn cruciaal voor het ontwikkelen van verschillende sectoren, met de nadruk op de olie- en gassector. Maar ook de potentie om toerisme te ontwikkelen en mogelijkheden voor de landbouwsector voor export.